Poging tot staatsgreep gisteravond in Turkije. Honderden mensen zijn erbij gedood. Goedenavond. Een deel van het Turkse leger probeerde gisteravond de macht te grijpen. Om, zoals ze zeiden, de democratie en de mensenrechten te beschermen. Het gevolg was een bloedige en chaotische nacht, waarin mensen massaal de straat op gingen om zich tegen de staatsgreep te verzetten. Waarschijnlijk zijn meer dan 250 mensen omgekomen. Burgers, politiemensen en militairen. En ruim 1400 mensen raakten gewond. In de loop van de nacht werd duidelijk dat de coup-poging was mislukt. Ja, we praten verder met correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, hoe is de situatie daar nu? Ja, we zagen gisteravond woedende burgers massaal de straat op gaan. Was die toespraak van Erdogan via mobieltje, was dat nou een keerpunt? Ja, naarmate de dag vordert, krijgt de regering meer en meer grip op de situatie. De mensen op straat zijn vooral opgelucht dat het voorbij is, maar ook nog verontwaardigd over dat zoiets in hun land gebeurt. Ja, terug naar Bram. Bram, is eigenlijk al duidelijk waarom de militairen een staatsgreep wilden plegen. Volgens president Erdogan zit zijn aartsvijand achter de staatsgreep, de moslimgeleerde Fethullah Gülen. Woonachtig in Pennsylvania in Amerika. Ja, dan gaan we naar het weer. Willemijn, grijs vandaag, wel warm, dus gaan we maar lekker actief doen. Precies, in Zelhem allemaal actief. Dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Meer nieuws vanavond in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Ik wens u een prettige avond.